Oké, okay, hij begint. Hallo. Oh, wacht, ik heb een gebukken. Ondervlam. Oh, kijk, als je film gaat hij dichterbij. Oh, is dat het? Daarom. Oké, nou, ik ga er even zitten. Welkom allemaal. Dit is de lang verwachte video. En in deze video, we hebben een aantal keer de vraag gehad of we wilden vertellen over ons. En onze coming out en gewoon onze achtergrond, weet ik wat allemaal, zodat iedereen weet wie we zijn. Want we zijn ook zo bijzonder. En dat gaan we vandaag doen. Dus eigenlijk gaan we vandaag een beetje bespreken. Gewoon even kort de introductie van onszelf. En dan eigenlijk heb ik opgeschreven wanneer kwam je erachter dat je op vrouw viel. En dan hoe het was om uit de kast te komen. En dan onze love story. Dus hopelijk duurt het niet te lang. Want we hebben heel veel te vertellen. Maar ik zie echt wel het begin. Ja. Eten denk ik. Nee, stop nu. Zo. Maar in ieder geval, we houden het vandaag een beetje globaal. Mochten jullie op basis van vandaag nog vragen hebben, dan kan je die in de comments achterlaten. En misschien doen we dan nog een Q&A later. Of als je al vragen hiervoor had die nog niet beantwoord zijn in deze video, dan kan je die natuurlijk ook achterlaten. Dus, dan gaan we maar beginnen. Ik vind het best wel awkward eigenlijk. Ook awkward? Nou, helemaal niet. Voor jou is het helemaal niet. Nou, dan mag jij beginnen. Ik ben Daisy. Ik kan mijn achternaam niet zeggen, want anders gaat iedereen me opzoeken. Ik ben 32 jaar. Is dat ook niet op 32 jaar jong. Helemaal niet. Oké. Ik zal alleen maar iets jaren. Ik ben even een introductie aan het doen. Misschien kan je. Oké, cut. We gaan opnieuw. Dus, ik ben Daisy. Ik ben 32 jaar. En ik ben half Nederlands, half Indonesisch, oftewel Indo. Ik ben geboren in Spijkenisse. Daar wonen we nu ook weer. Yay. En nu word ik een beetje wazig. Ja. En ik voetbal al vanaf mijn zesde. Ben begonnen bij Botlek. Ik speel nu bij Charlotte samen met Maroons. Wil je nu vertellen mijn verhaal? Dat mijn dag heb ik als eerst. En ik werk in de logistiek. Daar heb ik een leidinggevende functie. Ik heb nog steeds heel erg naar mijn zin. En hobby's. Voetbal. Eten. Voor eten. Shisha roken, hè? Doe het tegenwoordig. Onze grote hobby. En ja, gewoon veel tijd doorbrengen met vrienden en met de familie. Die ons heel dierbaar zijn. En voor de rest vind ik het sinds kort ook heerlijk om thuis te zijn. Met mij. Lekker tijd door te brengen, saampies. Gaan morgen, oh nee, overmorgen gaan we op vakantie, eindelijk. Daar heb ik ook wel zin in, dat is ook mijn nieuwe hobby. En ja, dat was het een beetje. Ik ben begonnen met voetbal in 1888. Heel lang geleden. Ja, toen was nog zwart-wit tv. Toen was ik nog niet geboren toen jij begon. Nee. Nee, toen was ik echt nog niet geboren toen jij begon. Ja, want ik was 6 toen ik begon met voetballen. Ja, toen was ik min 2. Ja. Nou, dat was het wel een beetje eigenlijk. Oké, okay, nou, dan ga ik. Ik ben Romy. En mijn achternaam kan ik ook niet zeggen, ook al weet iedereen die al. Want het staat in mijn Instagram. Maar echt letterlijk in mijn gebruiksnaam. Maar in ieder geval, ik ben, ik wou zeggen 23, maar ik ben 24. Ik ben geboren in Spijkenisse, maar opgegroeid in Hellevoet. Ik kom uit een gezin van 5. Mijn ouders en mijn broertje en mijn zusje. Mijn zusje is 22 en mijn broertje is 18. En altijd naar school gaan in Hellevoet. Toen ben ik een bachelor gaan doen op Erasmus Universiteit in, wat zei je nog? International Media and Communication en een master in. Nee, dit is jouw intro. Jij hebt nu bij mij bijgekomen. Ik luister gewoon aandachtig. Deze weet ik nog niet wat ik heb gestudeerd.
En dan een master in Management of Innovation. En nu werk ik ongeveer sinds een jaar fulltime bij een IT-consultancybedrijf. En zit ik sinds november op opdracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ja. Ik heb mijn hobby's. Mijn hobby's? Ja, dat is voetbal. En CCA. En thuis zijn. En ja, eigenlijk gewoon met familie en vrienden zijn. Dat vind ik het allerleukste. En dat doen we ook echt heel veel. Zoveel dat we soms geen eens meer tijd hebben voor onszelf. Maar dat vinden wij gewoon super gezellig. Helemaal nu we een overkapping en zo hebben, nodigen best wel vaak mensen uit. Mijn zusje komt best wel regelmatig langs. Mijn broertje ook wel. En we zijn eigenlijk ook heel veel met mensen van de voetbal. Want dat zijn onze vrienden. En ik ook wel winkelen. Ja, winkelen. Ja. Daar houden we samen heel erg van. En sneakers hou ik ook heel erg van. Jij ook eigenlijk. Sinds dat je met mij gaat. Jij verplicht. Niet verplicht. Jij hebt het strak naar mij. In ieder geval. Ja, dat is het eigenlijk in het kort. Wij houden gewoon heel veel van gezelligheid. En van eten, of course, want het moet wel. Oh, ik ben trouwens ook Indo. Dus ja, we houden van eten. Dat is toekomst. Dat hoort bij onze afkomst. Ja, dat moet wel. Ik ken ook geen Indo die niet van eten houdt. Dus ja, dat was in het kort mijn verhaal. Denk ik. Heb je iets gemist? En je hebt hier lang over na kunnen denken dan ik dat heb. Ik heb er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Oh, okay. Ik ben heel druk geweest. Ik vond het supergoed, je intro. Ja? Ja, ik denk dat ze nu een heel helder beeld hebben van wie jij bent. En vloggen vind ik leuk. Het editen vind ik iets minder, maar ik vind terugkijken van beelden en zo. Vond ik in het begin heel gek, maar nu is het wel leuk om dat allemaal verzameld te hebben. En als we ooit kinderen hebben, dat te kunnen laten zien. En ik vind het ook heel leuk dat ook gewoon onbekende mensen zo op ons reageren. Dus daar haal ik ook wel energie uit. Dat waren wel mijn hobby's. Ja. Ik wou ook zeggen DJ'en, maar dat heb ik een paar maanden gedaan. Of geprobeerd. En toen, nu ligt het onder het stof. Ja. Ik moest ook zeggen, hoi, ik ben Daisy. Ik ben heel jaloers. Nee. Ja. Daisy probeert altijd jaloers te zijn. Omdat ik het, ik vind jaloezie niet per se leuk, maar ik vind het leuk als het laat blijken dat ze sommige dingen niet zo leuk vindt als ze met anderen bijvoorbeeld close ben of weet ik veel. Ja, en dit klinkt heel verkeerd, want dan lijkt het net alsof ik wil dat ze een psycho is, maar dat is niet zo. Maar dat soms een beetje laat merken dat ze, hoe zeg je dat? That I care. Ja, dat ze het gewoon erg vindt als ik ook heel veel aandacht geef aan iemand anders. Oké, volgende vraag. Dan gaan we heel ver terug in de tijd. Hoe oud was je? Toen ik het echt wist? Ja, en nee, misschien gewoon een beetje hoe het begon. Dat je dacht van nou, ik vind het wel interessant. Of... Nou, ik had wel vroeger, heel vroeger, dat ik wel mijn juffrouw echt heel aardig vond. Er zit dus een kind te janken. Dat je toch aan wennen. Je hebt gewoon kinderen. Ja, maar niet zo jank. Ja, hoi, ik ben Romy en ik wil graag kinderen. Ja, dat is mijn samenvatting. Hallo. Vroeger had ik wel dat ik mensen gewoon heel aardig vond. Of van de voetbal. Of weet ik wat, dat ik dacht, oh ja, die vind ik wel gewoon dat het soort van me interesseerde of zo. Maar ik weet niet of ik daar echt wel iets bij voelde. Maar ik vond mensen wel heel aardig. Vooral vrouwen eigenlijk. Toen ik dus 15 was, toen zat ik op de voetbal bij Potlek. En toen was er een meisje die voetbalde bij de jongens. Maar die voetbalde ook wel eens bij mijn team mee, zeg, om een beetje te helpen en omdat het leuk was, weet ik veel. Dus toen ging ze steeds vaker mee voetballen. En toen had je nog MSN en ging nog met elkaar MSN'en en nou, we gingen gewoon lekker chill praten over gewoon normale dingen. En we hadden wel veel contact en soms dan kwam ze bij mij en soms kwam ik bij haar, maar gewoon zeg maar om een beetje, ging je chillen of ging je spelen? Ik was 15, ging meer chillen denk ik. Ja. En op een gegeven moment zaten we een beetje op MSN en toen zei ze van ja, ik moet straks in mijn eentje naar de metro lopen, maar als ik word lastiggevallen, kom je me dan wel helpen. En toen ging het een beetje die kant op, zeg maar, een soort van, toen dacht ik ja, met een beetje hulp is niks mis toch, ik kan je toch wel helpen. Ik bedoel, dat maar je zag er niks achter? Nee, ik zocht er niks achter en zo gingen die gesprekken wel steeds verder en steeds verder en toen werden eigenlijk een soort van beste vriendinnen, maar eigenlijk
waren we helemaal geen beste vriendinnen, maar vonden we elkaar soort van gewoon een beetje interessant. Mm-hmm. Zaten we al zo een keer eerder met een vrouw gezoend, ik nog niet. En zo ging, werd een beetje die kant op gestuurd van dat we, nou ja, dat je je hand op iemands been neerlegt. Mm-hmm. En dan gaat het steeds een klein beetje verder. En toen was ik denk ik ongeveer 15. En toen ging ik ook met andere mensen om die ook een beetje in datzelfde schuif zaten met voetbal. En natuurlijk, toen ja, was er vaker vrouwen tegen die ook op vrouwen vallen. Yeah. En nou ja, er waren er allemaal meisjes die hadden ook al een keertje met een meisje gezoend. En dat, nou, ik had het nog niet gedaan. En nou ja, van de een kwam het ander. Ik had trouwens ook toen nog een relatie met een man. Oh, ja. Met een man of met een jongen? Met een jongen. Nee, zou ik een beetje ruiken met een man. Ja. Pedo-alert. Oh, trouwens, teken even die petitie tegen de pedopartij. Dus ja, ik was 15 om het even kort te houden. En nu jij. Nou. Dat kwam echt voor iedereen als een verrassing, zelfs voor mij. Ja. Nou ja, voordat ik met deze ging, laat ik het zo zeggen, wist ik eigenlijk niet dat ik op vrouwen viel. En daarna, terwijl ik met deze ging, hield ik nog steeds vol dat ik niet op vrouwen viel. Nee, dat is echt nog hetero. Ja, want ik zei eigenlijk altijd dat ik buiten deze niet op vrouwen val, maar nog steeds op mannen. Dus ja. Maar nu heb ik toegegeven dat ik dan denk ik bi ben. Omdat ik op mannen... Dit heb ik trouwens nog nooit zo uitgesproken. Nee. Ik ga er ook gewoon voor zitten nu. Ik vind het zo gek dat ze zeggen, dit is mijn coming out video. Nee, maar in ieder geval... Is de ontkenningsfase voorbij? Ja, al een tijdje. Na een tijdje. Ik denk al een jaar of zo, zoiets. Maar dat moet toch wel. Ik bedoel, als ik met deze ga, dan moet ik op vrouwen vallen. Dus ja. Maar ook nog steeds op mannen. Maar daarvoor... Nou, dat hoeft niet per se hoor, maar... Nee, het is niet dat ik nu op een man val, maar ik bedoel dat ik niet op vrouwen alleen val. Maar ja, in ieder geval, voor deze wist ik dat nooit. Want ik had voor deze ook gewoon een relatie van 5 jaar met... Ja, een man, een jongen. Van mijn 17e tot mijn 22e. En toen, ik kende deze al heel erg lang. Maar dit, nu gaat het eigenlijk een beetje naar onze love story. Maar in ieder geval, vanaf deze wist ik het. En dan gaan we nu naar... Hoe oud was je toen? Toen was ik 22. Ja, 22. En dan was je nog jong, hè? Zo. Ja, echt een eeuwigheid geleden. Ja, ik kan me niet eens even herinneren meer. Maar ja, dat was toen wist... En hoe wist nee, je? Nee, toen wist ik het eigenlijk nog steeds. Mensen weten eigenlijk pas een half uur. Ik weet eigenlijk pas een half uur. Nee, een half jaar of zo. Maar hoe kwam dat? Nee, ik wist het denk ik wel van mezelf, maar ik wilde het gewoon niet toegeven. Omdat ik ben gewoon niet zo van de labels. Maar ja, ik moest... Behalve op de schoenen, die laat ze erop zitten. Dat is echt heel anders. Maar ja, toen eigenlijk. Deze ken ik eigenlijk al heel erg lang. Want wij voetbalden allebei bij Portugal. Ik voetbalde nog bij de MA1. Dus bij de meisjes en jij voetbalde bij de vrouw 1. Ja, bij de vrouwen. Ja, want zij was al oud en ik was nog heel jong. En toen deed ik af en toe mee. En later ging ik ook in dat team. Hoe oud was jij? 16? Ja, denk zoiets. 16. Was ik 24. Ja. Dus nou, toen ging ik wel eens voetballen. Wij wisten ook trouwens niet tot kort geleden dat we bij Portugal samen hebben gevoetbald. Terwijl deze aanvoerster was. Dus ik weet niet waar mijn ogen waren, maar dat is heel knap. Ja, maar dan verkeer je gewoon in een hele andere fase van je leven. Ja, als niet iemand van 24 ga je niet chillen met iemand van 16. Nee, maar ik moet toch al weten wie mijn aanvoerster was. Dat jij de aanvoerster was. Ja, maar je hebt soms nog steeds van die momenten dat je zo ongeïnteresseerd... Nee, oké. Het is geen frustratievideo. Maar daarna was ik even gestopt met voetbal. En toen gingen zij allemaal naar Charleroi. En toen ging ik mee. Nou, we voetballen gewoon samen in het team. Maar toen waren we ook nog niet echt bevriend of zo. Want ik had toen ook... Een relatie, en daar was ik eigenlijk meer mee bezig. Wat was amper met vrienden bezig. Wat trouwens tip is, als je een relatie hebt, laat niet je vrienden vallen. Want dan heb je geen sociaal leven meer. Maar in ieder geval, toen bleef ik ook nooit op de voetbal hangen en zo. Ik kwam echt alleen maar voor het voetballen. Tot eigenlijk 2 jaar geleden nog maar, ik dacht langer.
Toen gingen we opeens heel veel afspreken met Deze en met Ros. Die hebben jullie ook wel eens gezien. En met nog een paar. Maar eigenlijk waren wij voornamelijk met z'n drie heel erg veel. Toen waren we opeens steeds meer met elkaar. En waren we ook op vakantie gegaan naar Barça met een groepje. En mijn relatie was voorbij gegaan. Deze was al single. Maar die had een soort van schoolrol, die was ook voorbij gegaan. Dus toen zaten we allebei zeg maar in onze single fase waar we helemaal los gingen drinken. Shisha doen we eigenlijk nog steeds drinken dan. En gewoon heel veel met vrienden zijn. We deden zelfs nog ballonnen. Super dom, niet doen. En ja, toen waren we steeds meer samen. En toen hadden we dus afgesproken. Als we over 10 jaar nog steeds allebei single zijn, dan gaan we trouwen. Dat was trouwens mijn voorstel. Maar dat was gewoon een grapje. En toen was er iets gebeurd of zo. Nou, ik weet niet, zij was met iemand aan het praten, volgens mij via een of andere dating app. En toen zei ik, oh, ga je vreemd? En toen werd het een soort van een rollenspel, alsof wij iets hadden samen of zo. Ja, het was een soort van een fictieverhaal was het of zo. Het was heel vaag. Net zoals zij was vreemd gegaan met mij. En dat ze me moest terugwinnen en wat ruzie en zo allemaal. Maar dat was allemaal in een rollenspel. Maar het werd gewoon zo erg dat zelfs als we elkaar in het echt zaten, dat het gewoon zo ongemakkelijk was omdat het rollenspel soort van verder ging. Zelfs ja, we hadden zeg maar ruzie in het rollenspel, dus werd het ook ongemakkelijk in het echt. Ja, en in het echt konden we gewoon niet praten, terwijl we op WhatsApp hele dagen aan het praten waren. Maar echt, gewoon van 's ochtends vroeg tot 's nachts, gewoon tot twee uur, drie uur 's nachts. Dat jij ook gewoon, deze moest 6 uur opstaan elke ochtend voor de werk. Maar zij ging ook gewoon pas 2 uur, 3 uur slapen, omdat we gewoon de hele tijd aan het appen waren. Maar als we elkaar dan in het echt zagen, dan was het gewoon echt zo ongemakkelijk. Ja. Dat jij op een gegeven moment zelfs zoiets had van, nou, ik weet niet of we wel vrienden moeten zijn. Toch? Nou, op deze manier hoef ik niet vrienden met iemand te zijn als ik me daar zo ongemakkelijk bij voel. Nee. Sita die vierde verjaardag, gewoon klein. En er waren wat vriendinnen en wij waren er. En nou ja, we zochten elkaar net op, want wij rookten al bij Shisha, dus wij moesten samen buiten op balkon elke keer staan. Dus dat gingen we doen en toen gingen we naar buiten om een ballon uit mijn auto te pakken. Ja, again, heel dom. En toen waren we allebei super dronken. En Daisy die lag helemaal dronken op bed met de kleding aan en die had het super koud. Dus ik ging helemaal tegen haar, nou ja, ik ging haar opzoeken, ik dacht, waar is Daisy? En toen ging ik helemaal haar soort van warm houden of zo. Ik weet het niet. Super raar. Ik lag gewoon op bed. Ik was niet super dronken. Ik was gewoon een beetje aangespoten. Maar ik was niet ver dat ik niet meer kon herinneren of zo. Maar ik lag gewoon op bed en ik lag met mijn jasje aan. Ik had het koud. En toen kwam jij een soort van. Ik lag zo met mijn rug naar de deur toe en met mijn gezicht richting de muur. En toen kwam jij zo achter mij liggen en toen kwam ze tegen me aan liggen. Toen dacht ik, dit is wel een beetje. Zelfs voor vriendschappelijk iets is het wel een beetje. Wazig. Ja. Dus en dat was waar. En we hadden elkaar natuurlijk in het rollenspel hadden elkaar allemaal nummers gestuurd. Wat we naar elkaar stuurden. Omdat we zogenaamd in het rollenspel een relatie hadden. En boos op elkaar waren. Verdrietig op elkaar waren. Maar toch ook verliefd op elkaar waren in het rollenspel. En toen hoorde ik dat nummer van Nicki Minaj. I Lied. Ja, die hoorde ik. Die ging Sweet aan Wit ging die toen luisteren. En dat was gewoon heel raar. Want ik wist aan de ene kant dat je het in het rollenspel stuurde. Aan de andere kant had ik ook het gevoel dat sommige dingen zeg maar gewoon qua tekst wel op ons sloegen. Ook al was dat niet echt bevestigd. En eigenlijk die nacht hebben we een soort van in elkaars armen eigenlijk geslapen. Ja. Onder het mom van, oh je hebt het koud, ik warm me op. Want ik vond het allebei super raar, maar ook alweer fijn en interessant. Ja. Die camera is even uit mijn gevallen. Dus nu we waren bij Ros. We hadden de feest bij Sita gehad en daarna gingen we een week lang bij Ros slapen omdat de ouders op vakantie waren. En in die week is eigenlijk alles veranderd. We verzonden steeds meer dingen om gewoon bij elkaar te zijn en aan elkaar te kunnen zitten. En het werd gewoon steeds leuker en interessanter. En op een gegeven moment was het gewoon heel raar dat we elkaar de hele avond hadden gekriebeld. En dat we toen de volgende ochtend zeiden, oké, we moeten vanavond echt gaan praten. Want we weten allebei niet echt wat er gebeurt. Dus laten we vanavond gewoon heel veel gaan drinken en dan erover praten. Want dat was zo awkward. Omdat al die dingen gebeurden, maar we hadden het er gewoon niet over. En op WhatsApp
maakten alleen maar grappen met elkaar. Dus ja, het was nooit echt serieus. Maar ja, toen was die week bij ons voorbij. Dus toen dachten ze allebei van, nou ja, we gaan gewoon zien hoe het nu gaat. Maar toen vroeg deze alweer aan mij, wanneer zie ik je rotkop weer? Toen dacht ik, oh, ze wil me zien. En toen ging ik daarheen. En daar was bij Do, want ik woonde toen bij Do in huis. Ja, bij Do, dat is een vriendin van deze. En ook tegelijkertijd de ex, maar nu ziet ze er gewoon als een goede vriendin. Ja, van een vorig leven. En ik woonde daar tijdelijk in huis, omdat mijn relatie met mijn laatste ex was uitgegaan. We hadden koophuis, die hebben we verkocht. En toen ging ik een tijdje bij mijn ouders in huis, maar ja, daar zou ik op de bank slapen. Dus toen had die vriendin van mij, die ik ook nog steeds zie op de voetbal, die had aangeboden van, joh, weet je, anders kan je tijdelijk bij mijn huis komen wonen. En daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt en dat ging echt heel goed. Maar het blijft natuurlijk wel een beetje vreemd dat je iemand met wie je eigenlijk net een beetje in contact bent en die spannende fase ingaat van elkaar leren kennen, een beetje flirten, een beetje daten. Ook al wisten we dat toen nog niet. Dat je die eigenlijk meeneemt naar het huis van je ex. Ja. Gelukkig kennen ze elkaar ook wel gewoon goed, hè? Ook van de voetbal. Ja, daar hebben wij ons gekiept altijd. Dus het zijn wel bekenden van elkaar. En ik ben ook in het begin al gelijk heel erg open geweest. Naar Do toe van dit en dit is het geval, dit en dit. Ik weet niet wat het is, maar want ik wil niet iemand in de maling nemen of dat er dingen in het huis gebeuren waar zij misschien geen weet van af heeft of zo, weet je wel. Ja. Dat zou ik niet netjes vinden. Dus daar ben ik in het begin naar haar toe wel heel erg open over geweest en die vond het eigenlijk wel prima. Dus nou, toen was het de eerste avond. Toen had ik jou gevraagd om voetbal te komen kijken. Ja. En toen kwam ik eigenlijk elke avond. En toen, ja, het voelde gewoon op een gegeven moment alsof we een relatie hadden. Nou, in het begin, nu ga je heel snel. Oh ja, nou ja, toen zagen we elkaar een paar keer. En deze ging dan weer helemaal naar Heddenvoet, naar huis brengen. En toen wisten we elke keer niet hoe we elkaar moesten groeten. En op een gegeven moment hadden we, toen ging ik uitstappen. En toen hadden we met elkaar heel kort gezoomd. En dat we dachten van, oké, wat was dit? En ook gewoon voor het huis van mijn moeder. En deze was alleen maar bang dat mijn moeder het zou zien of weet ik voor wat. Nou, ik had het sowieso niet zien aankomen. Er waren wel een paar momentjes daarvoor geweest dat we zoiets hadden van oké, ik weet niet helemaal hoe dit gaat. En toen had ik jou eigenlijk voor de deur afgezet dat ik dacht oké. En toen begon jij. En toen dacht ik... eigenlijk heb ik jou gewoon gefixt. Ja, eigenlijk wel. Want ik zou, weet je, dus ik had altijd zoiets van, weet je, rustig aan, het is voor jou nieuw. Kijk, voor mij is het wat bekender terrein. Dus voor mij is het wat iets minder spannend, maar... ik vind het wel belangrijk dat iemand een wel overwogen beslissing neemt, dat iemand ergens geen spijt van krijgt, weet je wel. En ook al waren we eigenlijk al te ver om terug te krabbelen of hè, om het niet ten koste van onze vriendschap te laten gaan, blijft het altijd wel heel erg eng als het gaat om hè, van vrienden naar meer. Ja, dat is waar. Dus dat was het... Ja, we wilden ook niet onze vriendschap op het spel zetten, maar ja, op een gegeven moment kan je er ook niet echt omheen. Nee. Dus ja. Maar ja, toen kwam ik dus elke dag eigenlijk daar. En woonde ik daar ook bijna zo goed als. Je moeder heeft het op een gegeven moment natuurlijk ook. Je moeder kreeg ook een beetje toen de hoogte van dat rollenspel. Want jij ging dat vertellen, dacht ik, oh my god. Waarom zeg je dat tegen je moeder? Want ja, dat is echt super raar. Ik vind dat zelf wel raar. Ja. En ik had mijn moeder verteld van het rondspel, maar ze wist natuurlijk ook hoe vaak ik bij deze was. Maar zij dacht gewoon als vriendin. Maar toen dacht ze, dat was eigenlijk best wel gek. En toen had ze gevraagd of ik niet meer speelde. En toen had ik gezegd nee. En toen had ik het tegen deze gezegd. Toen zei deze, nou ik denk wel dat je moeder het heel erg kan waarderen als je gewoon eerlijk bent en het gewoon vertelt. En toen ben ik echt heel kort erop teruggekomen. En toen had ze iets van oké. Maar ze dacht van ja, misschien is het gewoon een fase en dat klinkt misschien... een beetje, ja, ik weet niet. Maar in ieder geval ze wilden... Maar dat kan toch, mijn ouders dachten in het begin ook dat het een fase was. Je weet niet of dat heel even spannend is. Ja, heel veel mensen denken dat je het ook gewoon doet omdat het spannend is. Ja, want hoeveel meisjes doen niet met andere meisjes gewoon voor de aandacht of gewoon voor de fun? En in het allerbegin had ik dat ook wel, omdat het gewoon spannend was en interessant. En ik had dat nog mee gehad. Maar dat wist ik niet, dat je ook al met een meisje had gezoend. Ja, maar dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval... toen waren we wel samen, bla bla. En het voelde gewoon eigenlijk alsof we een relatie wat hadden. Want we deden echt alles samen. We gingen overal heen samen. En we waren gewoon altijd samen.
Maar deze van de officiële data. En ik wist nog niet zeker of ik een relatie wilde. Omdat ik gewoon nog niet wist wat het allemaal was. En toen... Ik wilde ook een jaar vrijgezel blijven. Deze wilde per se een jaar vrijgezel blijven. Waarom eigenlijk? Nou, ik wilde gewoon een jaar vrijgezel. Dus dat leek me gewoon fijn. Om gewoon heel even alleen te zijn. En gewoon te bekijken gewoon wat je wil. En ja, maar het is eigenlijk maar een naampje toch. Want je bent niet echt... Echt, je bent misschien een paar maanden echt alleen geweest. Nou, nee. Nou, dat van ons duurde in ieder geval al van november tot en met maart dat we echt een relatie kregen. Dus dat was een beetje de aanloop. En toen in maart, 19 maart 2019, was de dag dat deze mij heeft gevraagd om haar vriendin te zijn. En dat was ook super cute. Want we kwamen van de training, dus toen had ik helemaal niet verwacht dat we waren ook gewoon samen. En ik was al naar Zolder gegaan, waar deze slaapkamer was dan bij Do. En toen opeens zag ik iets flikkeren en ik dacht, wat is dit voor enge shit? Ik dacht echt dat er haar geesten waren of weet ik veel wat. Ik ben ook sowieso heel snel bang. En dus ik ging zo heel voorzichtig de kamer in en ik dacht, wat is dit? En toen zag ik opeens allemaal kaarsjes en er lag een roos en een kaart. En toen zei ik, deze, kom! Want ik wist al dat deze dat had geregeld, want... Toen deed je het licht aan. Waren thuis gebleven toen. Ja, want die hebben alles voorbereid. Ik had hun instructies gegeven, wat ze allemaal moesten doen. Dus toen hebben ze alles klaargezet. En toen hebben ze die roos en die kaars en die kaarsjes. Oh, trouwens. Kaars en kaarsjes. Ik ben aan het vergeten mijn verhaal. In februari met Valentijnsdag had deze trouwens ook allemaal dingen voor mij gekocht. Dat ze een trainingspak voor me gekocht voor Charles. En een echte hele grote bos rozen. Ze had allemaal eten gehaald van Soulfood, wat echt heel lekker is. En ik had dat gewoon in mijn verhaal gezet. Want ik dacht van ja, ik ga deze ook niet verbergen of zo. Want ik, ja, dat verdient eigenlijk niemand om een soort van een geheim te zijn. Dus nou, ik had dat gewoon gezet. Maar natuurlijk, wat ik had kunnen verwachten, kwamen er allemaal vragen. En, ja, ik dacht zelf ook van waarom doe je dat nou weer in je verhaal? Op die tijd dat Nena het inderdaad ging vragen en toen heb ik het gezegd. Dus dat was een soort van mijn uit de kast komen. Toen heb ik het haar verteld. Wel via WhatsApp, want ik ben gewoon bang schijtend. Nee, ik wou het gelijk zeggen. Ik kon gewoon niet wachten met vertellen eigenlijk. En mijn zusje was super blij voor me en ze had het ook wel verwacht eigenlijk. Dus mijn zusje was de allereerste die het echt wist toen ik er echt zeker van was. En toen dacht ik, ja, eigenlijk moet ik het ook aan mijn mama vertellen dan. Want ik kan het niet maken dat Nena het wel weet en mama niet. En toen had ik ook gelijk mama geappt. En in het begin was ze eigenlijk een beetje in de war. Maar daarna, eigenlijk heel snel daarna, zei ze gewoon dat ze blij was voor me en weet ik veel wat allemaal. En mijn broertje, mijn zusje had het tegen mijn broertje gezegd in de auto. En die vond het echt helemaal niks. Die dacht eerst dat ze een grapje maakte. Dus toen was ze helemaal aan het lachen. En toen zei mijn zusje, ik ben serieus. En toen vertrok gewoon heel zijn gezicht. En toen, ja, moest hij gewoon heel lang aan wennen. Hij wilde het er eigenlijk ook niet echt over hebben. En ze is natuurlijk niet stoer bij zijn vrienden, weet ik wat dan. Maar hij was ook gewoon echt aan het puberen toen. Hij was toen 16. Dus ja, dat is ook niet echt... En de leeftijd of zo, dan vind je al heel snel dingen gek. En Nino is daarnaast ook gewoon iemand die best wel even nodig heeft om aan dingen te wennen. En ja, toen hadden we kerst hier gevierd. 9 maanden nadat wij, een relatie kregen en 10 maanden nadat hij het wist. Doen we altijd gedichten met elkaar. Dan gaan we leukjes trekken en hij had mij dus getrokken. En toen had hij een heel lief gedicht geschreven dat hij trots op ons is en dat hij volledig achter ons staat en dat hij alleen maar blij is dat wij gelukkig zijn. En toen was alles ook gewoon weer helemaal goed en nu komt hij ook gewoon gezellig hier slapen en vindt hij het ook gewoon leuk met Daisy. Dus ja, daar ben ik wel blij om en iedereen staat ook achter mij. En ja, dat was het. Ja, dat is eigenlijk het positieve verhaal. Ja, in mijn gezin was eigenlijk iedereen heel erg blij. De rest heb ik het niet per se persoonlijk verteld, maar die hebben het gewoon gezien via social media. En
dat eigenlijk. Ik denk ook via via aan mijn moeder dan vertelde aan mijn tante en aan mijn oma. Mijn oma trouwens, oma Ellie, dat is oma uit Indonesië. Die noemt Daisy Daisy. En die was eigenlijk helemaal not impressed. Als in dat het niet boeide dat het met een vrouw was. Want ze vroeg aan mijn moeder, en heeft Romeo weer een nieuwe vriend? En toen zei mijn moeder, nou zit er maar in achter, vriendin. En toen zei oma, oh, oké. Okay. En toen ging ze gewoon verder met het verhaal. Dus ja, eigenlijk maakte ik het denk ik in mijn hoofd groter dan dat het was. Heel veel mensen die vinden het ook helemaal niet gek en zijn best wel open-minded. En ja, ik denk sowieso als het bij jou dicht in de buurt komt, dat je dan opeens je mening erover kan veranderen. En dat is bij mijn familie ook wel gebeurd. Misschien is dit ook wel een goede brug naar mijn geloof. Want de andere kant van mijn familie die gaat allemaal naar de kerk. Dus de kant van mijn moeder. En ik kwam daar ook echt jaren. Daar had ik ook mijn ex ontmoet en zo. En ja, naar hun was het dus eigenlijk veel moeilijker. Want ik zong ook vooraan in de backing. En dat deed ik ook al een tijdje. En dat vond ik ook echt heel erg fijn. Maar toen mijn opa en oma en mijn tantes, die komen best wel vaak bij elkaar op bezoek. En dan gaan ze gezellig, volgens mij, elke maandag of zo, met elkaar wat drinken en met elkaar wat lunchen bij iemand thuis. En toen heeft mijn moeder het, geloof ik, verteld aan hun. En ja, ik denk dat ze best wel even moesten verwerken. Ik weet niet precies hun reactie. Dus ja, toen vertelde mijn tante, die komt dan daar ook in de kerk en mijn opa en oma komen daar. En toen zei mijn tante dat ik daardoor niet meer vooraan in de kerk mocht zingen. Niet dat zij dat beslist, maar ik weet echt niet eens wie dat beslissen. Maar in ieder geval, dat mocht dus niet meer. Maar dat merkte ik ook wel, omdat ik ook niet meer werd gevraagd of zo, want dat gaat toch via via rond. En nu is iedereen er oké mee. Mijn opa en oma die zijn gewoon blij. En die mogen Daisy ook. En we komen daar gewoon op visite. En mijn oom en tante zijn ook echt heel blij voor ons. En die zijn ook helemaal gek voor jou. En die zijn ook bij ons huisje geweest. En ze zeggen alleen maar hoeveel geluk ik heb met Daisy en zo. Dus die zijn gewoon helemaal. Ik denk dat het voor hun gewoon even duurde om in te laten dalen. En te wennen aan het idee. Omdat zij, ja, als je in de Bijbel gelooft, dan geloof je, geloven de meeste christenen denk ik gewoon dat op hetzelfde geslacht vallen niet oké is. Dus dat is voor hun heel lastig om dan opeens anders te gaan denken. Tenminste, ik denk dat dat zo bij hun is gegaan. Ik weet het ook niet precies, maar ik kan me er wel een voorstelling mee maken. En ja, nu is gelukkig alles oké. Alleen mag ik natuurlijk niet meer zingen in de kerk. Waardoor ik eigenlijk ook zoiets heb van, ja, ik hoef eigenlijk niet echt per se naar de kerk te gaan om te geloven, want wie zijn die mensen om regels te maken en zulke dingen voor mij te beslissen, want uiteindelijk is het God die oordeelt. En er zijn ook al dingen gezegd die er bij ons best op in hebben gehakt. Ja, het heeft er ook wel bij ons voor gezorgd dat voordat wij een relatie met elkaar kregen en je elkaar echt nog een beetje aan het onderzoeken of aan het aftasten bent, dat we zelf ook zijn gaan twijfelen aan wat het nou tussen ons speelde en of dat wel oké was. En dat ik ook aan mezelf ging twijfelen of dat ik nou zo slecht mens zou zijn en of ik nou inderdaad of jij een zonde ben. En nou ja, dat zijn, ik heb daardoor ook wel met, ik heb met een nichtje van mij gepraat, die gaat ook naar de kerk. Met je ouders. Dat was op een begrafenis trouwens dat ik met haar heb gepraat. Dat ik, nou ja, dat ik dat probleem had voorgelegd. Van, goh, weet je, hoe kijken jullie daar eigenlijk tegenaan? En toen was ze daar ook wel heel erg stellig in. En eigenlijk heel lief. Van, joh, wij weten wat voor persoon je bent. En dat je een goed hart hebt. En we houden van jou om wie je bent. En wij hebben daar juist totaal geen moeite mee. Of ja, dat je niet, nou, niet welkom zou zijn. Of dat we daardoor op een rare manier naar jou kijken. We houden van jou om wie jij bent en God houdt van jou om wie je bent. En mijn moeder zei altijd van, hé, je bent een parel in Gods hand. En mijn moeder heb ik er ook wel een beetje over zitten worstelen. Daar waar, hè, dat
waar jouw familie mee te kampen heeft gehad, dat het lastig was, hebben mijn ouders vroeger natuurlijk ook gehad. Hè? Want dan weet je weet niet hoe de kerk er tegenover staat. Je weet niet of je door mensen wordt veroordeeld daarom. Of dat ze dingen afkeuren. En je ouders of als familie wil je toch het beste voor, hè, voor je kind of voor je nichtje of wie dan ook. En je weet dat sommige mensen daar afkeurend op zullen reageren. Dus ja. Dat willen ze je dan ook altijd besparen, weet je wel. Mijn moeder heeft ook heel veel met de voorganger gepraat van hun kerk. Van goh, weet je, hoe sta je er dan tegenover? En kan ze wel in de hemel komen? En nou, eigenlijk, wat ik eruit begrijp, is dat vooral op het moment dat je gelooft, hè, dan kan je naar de hemel. Ja. En juist omdat mijn moeder zich er ook heel erg in heeft verdiept. En ben ik alleen maar meer ervan overtuigd dat het wel gewoon samen gaat, het geloof en onze liefde voor elkaar. En dat God inderdaad gewoon puur kijkt naar je hart en niet zozeer naar dat het dan mensen van hetzelfde geslacht zijn en dat het dan zo wordt afgekeurd. Nee, en jij hebt daar zelf ook wel natuurlijk een beetje naar gekeken. Kijk, dat in de man zat dat er een man en een vrouw is en dat, ja tuurlijk, dat is ook zo, alleen... Ja, weet je kiest er ook niet voor. Of weet ik wat, het is, je wordt verliefd op iemands persoon. En ik kan niet geloven dat wat wij hebben, of hoe wij zijn als persoon, dat als slecht wordt bestempeld. Of als, de term dat je ziel verloren gaat, is natuurlijk ook wel eens voorbij gekomen. Ik vind dat best wel iets zwaars. Ik vind dat wel heel heftig. Dat vonden wij allebei heel heftig. En, ik zou dat heel erg vinden als jij, jij twijfelde daar toen aan. Ja. Waardoor ik daar eigenlijk ook aan ging twijfelen. En ik, dat is wel iets, daar heb ik wel heel erg veel last van gehad. Want op het moment dat het wel zo zou zijn, dan weet ik niet of ik ermee door zou kunnen gaan. Op het moment dat jij daaraan zou twijfelen, dan weet ik ook niet of ik daarmee door zou kunnen gaan. Dus we hebben daar best wel even een tijdje bij stilgestaan. En het is best wel even heftig ook geweest qua stof. Hè? Want je emoties gaan ook alle kanten op. Want je bent eigenlijk verliefd op elkaar of aan het worden. Tegelijkertijd krijg je zo'n soort van een tegenslag of iets van, joh, weet je, is deze liefde überhaupt wel mogelijk? Ja. Dus je bent het ergens ook aan het afremmen. Ik had zoiets van, als je altijd... Ik heb altijd daarvoor de Bijbel gelezen en bezig geweest met de gemeente en met het geloof en weet ik wat allemaal. En de gemeente was ook best wel een groot onderdeel in mijn leven. En als je dan zulke dingen te horen krijgt van iemand uit de gemeente en mensen gaan regels voor je maken en voor jou bepalen dat je niet meer vooraan mag zingen en weet ik wat allemaal. Terwijl mijn geloof en mijn hart eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, dat is best wel... Ja, je bent dan gewoon machteloos en je wordt beoordeeld op iets wat gewoon super oneerlijk is. Want je kan er helemaal niks aan doen. En ik heb nu zoiets van, liefde is liefde. En als God mij nu niet neemt zoals ik ben, terwijl ik wel denk dat hij dat doet, dan hoef ik niet eens in de hemel te komen. Dus nu heb ik zoiets van, ik geloof gewoon voor mezelf. En ik lees de Bijbel voor mezelf. En ik bid voor mezelf. Ik luister bijna elke dag gospel. Bijna tot vervelend aan toe. En ik heb er nu gewoon iets van mezelf van gemaakt. En deze support mij daar ook gewoon in. Jij gelooft zelf ook. Ja, voor mij heeft, in het begin was het natuurlijk wel lastig ook met het geloven. En daardoor ben ik een tijdje niet geweest. Of heb ik me niet heel erg in het geloof verdiept. En eigenlijk toen onze wegen elkaar kruisten, toen ben ik daar weer mee in aanraking gekomen. En het heeft me altijd wel getriggerd, want de kerk is ook een plek waar ik me altijd heel erg veilig heb gevoeld en heel erg prettig. En daarom in het begin was jij natuurlijk wel, ik heb jou één keer zien zingen natuurlijk toen nog niemand het wist. Nee. En daarna werd het natuurlijk openbaar en wist men ervan. En dat heeft bij mij ook wel, hè. Ik wilde nooit meegaan naar de kerk, omdat ik juist vind dat een veilige plek moet zijn waar je op je gemak voelt. En dat voel ik ook wel, alleen het zijn meer door de mensen daaromheen en wat ze ervan vinden. En dat ze misschien op een bepaalde manier naar je kijken, wat ervoor zorgt dat ik me ergens gewoon niet meer prettig voel. En dat is niet de reden waarom ik daarheen wil gaan. Ik kom voor mezelf, voor het geloof in God en niet voor een oordeel van de mensen daaromheen. Ik heb eigenlijk wel
er op de dag van vandaag wel heel moeilijk mee gehad dat jij niet mag zingen. Omdat ik weet dat het iets is wat jij heel erg prettig vindt om te doen. Mm-hmm. Ben ik ook wel een paar keer echt wel een soort van emotioneel van geworden. Van, goh... Ja. Ja, nou in de auto hebben we het ook een keertje met je moeder over gehad. En met je tante ook een keertje. Dat, ja. dat ze had aangegeven van, joh, weet je... Je moet dat schuldgevoel een keertje loslaten. En, want ik heb wel het gevoel dat het niet zozeer... Ik als persoon, maar wel door wat wij hebben, zeg maar, dat niet meer mogelijk is. En ik heb al een paar keer tegen haar gezegd, weet je zeker dat je dit wil? En wil je hiermee doorgaan? En ik wil jou geen dingen onthouden of dingen afnemen. Terwijl ik weet dat ze zo belangrijk voor je zijn. En in het begin kan je dat natuurlijk wel wat makkelijker zeggen. Mm. Maar op een gegeven moment dan, ja... Nee. Dan ga je dat punt zijn we nu natuurlijk al lang voorbij. Alleen, weet je, het is wel een lastig iets. Want kijk, nu zijn de mensen om ons heen, die heb ik nu wel gelukkig geaccepteerd. En de meeste mensen zijn blij voor ons. En het gaat nu ook wel een soort van in combinatie met als je naar de kerk wil. Maar als wij bijvoorbeeld gaan beginnen aan kinderen, dan is dat ook weer natuurlijk een lastig iets. Ja, sowieso. Zal ik heel veel kritiek komen. Ja, weet je, en dan moet je wel tegen bestand zijn. En daar moeten we wel klaar voor zijn. En we moeten er ook op voorbereid zijn dat soort signalen misschien wel gaan komen, ondanks ja. Nee, maar ik bedoel, daar hebben we wel een switch in gemaakt, toch? Ik bedoel, nu wil ik alleen nog maar mensen in ons leven die gewoon blij van ons zijn en die ons alle geluk gunnen. En het is nooit te laat. Ik bedoel, weet je, mijn ouders hadden in het begin al ze ook misschien bepaalde gedachten erover. En naarmate, dan leren ze ook de persoon achter kennen en dan zijn ze ook wat meer informatie in gaan winnen, wat meer kennis hebben ze opgedaan. Waardoor ze er nu ook op een andere manier naar kunnen kijken. En ja. Dat het niet iets slechts is of dat het een zonde is. Wie weet verandert dat ook nog. Dat mensen daar andere inzichten in krijgen. Of het is nooit te laat om daar op terug te komen of om daar een andere mening over te vormen. En ik heb nu ook zoiets van... Kijk, er wordt ook gezegd van alle mensen die geloven, die komen dan in de hemel. Maar nou ja, eerst is het mensen die moeten goed leven, waar ik heel erg in geloofde. En toen geloofde ik van, nou ja, alle mensen die geloven in God, die komen in de hemel. En nu ben ik zelfs op zo'n punt dat ik denk van, ja, kijk, mijn zusje en mijn broertje, die geloven niet in God. Die zijn geen christen. Maar... Ik weet wel wat voor goed hart ze hebben, dus ik wil nu gewoon geloven de mensen die een goed hart hebben, die gewoon echt goede mensen zijn van zichzelf, dat die al in de hemel komen, want anders hoeft het van mij ook niet. Dus ja, ik heb, ik weet niet, ik sta daar denk ik gewoon heel anders in dan andere mensen. Maar het is niet dat ik doordat ik met deze gaan uit de kast ben gekomen nu helemaal anti-geloof ben ofzo, dat totaal niet, maar ik geloof wel dat de mensen er omheen een geloof heel lelijk kunnen maken en heel erg iets wat vredig moet zijn, dat het juist heel ik weet niet, haatdragend, hypocriet, eigenlijk alle negatieve maar de kerk zet juist voor dat alles en iedereen welkom is in plaats van mensen uitsluit. Ja, je moet juist een heel sterk front vormen met elkaar en gewoon een eenheid zijn en iedereen mag elkaar zijn en iedereen. Er zou geen oordeel moeten zijn, maar ja, dat loopt in de praktijk toch anders. En dat zijn niet alleen negatieve woorden naar de gemeente waar ik van uitkom. Want ik bedoel, toen mijn vader overleed, toen kwam ik daar ook voor het eerst. Want daarvoor geloofde ik eigenlijk niet echt. En toen heeft het geloof mij heel erg geraakt. En toen heb ik ook heel veel lieve mensen daar leren kennen. En die er voor me waren en... Mijn ex-schoonfamilie heb ik daar leren kennen. En ja, het zit ook gewoon vol goede mensen natuurlijk. Maar er zijn altijd... Er wordt sowieso geoordeeld. Sowieso. Ook al is dat iets wat juist niet mag. En er zijn altijd mensen die voor God spelen. En ja, er worden gewoon veel te veel regels verzonnen. Terwijl het gewoon vrij zou moeten zijn. Dus ja, dat is eigenlijk ons verhaal in het kort. En nogmaals, we hebben het best wel globaal geprobeerd te houden. Sommige dingen waren inderdaad een beetje in detail. Misschien laat ik ook niet alles erin. Maar mochten jullie specifieke vragen hebben of vragen over dingen die jullie nog niet echt hebben gehoord, dan mag je het gewoon achterlaten.
Ik hoop dat jullie nu een beetje een beeld hebben van wie wij zijn. We hebben nog lang niet alles verteld. Maar ja, ik vond het ook best wel leuk om te doen. Misschien moeten we vaker zulke dingen doen. Ja. Groetjes, Romo en Gacy. Gacy? Romo en Gacy. Oh ja, Romo van Romy Romo. En je moet Gacy. Je niet uitleggen. Ja. Anders snappen ze toch Romo niet? Ik ben Romo. Romo. En Gacy. En Gacy, nou die snappen jullie vast wel. Oké, nou bedankt voor het kijken. En hebben jullie nog tips, suggesties, vragen of whatever? Jullie weten waar je het achter moet laten. En we zien jullie in de volgende video. En nu gaan we eten en proeven. Ja, doei! Doei!